Dag, Fernand. Maurice. Wat gaat je met die vuilzakken doen? Met die buiten zetten, hè. Tegen dat de vuilkar komt. Op een vrijdag. Als de vuilkar dinsdag komt. Boy, of gaat je nog een beetje sluik storten? Hé, hey, maar dat ben ik niet. Oh, excuseer. Dat ben ik ook niet, want ik heb niet zo'n dikke... Ik heb dat niet. Naam? Fernand Kostermans. Oh, Maurice, alstublieft. Ik heb al veel kosten met mijn zeven zeker kindjes. Maurice, vriend. Dat is dan €300. Contant te betalen. Geeft je geen korting voor de bond van grote en jonge gezinnen? Man. Miserie. Hier, voilà. Voorzitter. Merci. Ja, ik pik u straks op naar school. Ja. Popon, appetit staan. Ik heb u alle twee nodig. Voor een affaire privé. Oh. Oei. Pak de stoel. Ja. Ja, het gaat over roedelen. Goedemorgen. Hallo. Uw koffie, Balthazar. Merci, Patricia. Moet jij niet naar de neef? Nee, pas om 1 uur. Ah. Dus ik heb een hele voormiddag om u te verwennen. Ik ben wel busy, mijn gedacht. Haal die mensen een keer iets te drinken? Ja, niet voor mij, dank u. Papa die komt rijden, hij gaat drinken en daarmee uit. Koffietje, hè? En een thee. Een muteken zeker, hè? Voilà. Koffietje, okay. Koffietje en een muteken, hè? Dank je. Ja, sorry voor die uitval, maar wat ik te zeggen heb is niet bestemd voor de oortjes van Groedel. Je hebt daar toch niet bedrogen, hè, meneer Bomen? Bedrogen? Ik? Ik ga morgen ten huwelijk vragen in Brugge. Wauw. Oh, dat is kei romantisch. Hé, Paul. Tja. Wauw. Gedoe maar, voorzitter. Ik heb daarvoor onze zegen in nodig. Dat kan, maar ik heb wel uw hulp nodig. Hm? Ja. De koffie en de thee. Ah. Alsjeblieft. Dank u. Appetit, ja, je hebt de koekjes vergeten. We gaan die een keer rap halen, hè? Nee, doe maar op gemak, hè? Kijk, jij twee moet de spandoek met mijn huwelijksaanzoek... Ik heb een hele schone spandoek, hè. Je moet die op brug hangen in Brugge, hè. Voor wanneer ik met Goedelen in mijn bootje kom voorbijgevaren. Je kunt op ons rekenen, hè, meneer Boma. Je hebt toch een ring? Ik heb toch een ring gevraagd? Is dat een ring of is dat een ring? Oh, echt een diamant. Met wat die gekost heeft, koopt je een heel nieuwe voetbalploeg. Nu, praktisch, voor morgen. Voilà, de koekjes. Doortje? Ja. Alsjeblieft, Petit Chat, breng die koekjes weer terug. Zet je met mijn voeten aan het spelen? Maar nee, maar Doortje mag dat niet hebben voor Arlijn. En volgende keer mocht je dat wel vroeger zeggen, hè, Doortje? Ah ja, Goedel is nu speciaal naar de keuken gegaan om die koekjes te gaan halen. Voor niks. En ze moesten nu ook weer wegbrengen. Kom maar. Zijn je daarmee getrouwd? Nee, gedacht. Ja, Madeleine. Ja. Madeleine, dat heb je nu al gezegd. Ja. Ja, nog maar 10 keren. Ja. Madeleine, ja, ik moet die naken. Ja. Dag, Madeleine. Wie was dat? Ons Madeleine. Ze gaat verhuizen naar een chique villa in Knokkelenzoet. Met een zwembad en een tennisveld.
En een parkeerplaats voor een helikopter. Ja, je zus heeft dan ook een steenrijke notaris aan de haken geslagen, hè? Ja, ja, maar ze vergeet wel dat ik een kasteel heb. Nou ja, jij laat dat liever verkommeren, hè? Een kasteel kost veel geld, hè, Pascalke? En dat hebben we niet. En Madeleine wel. Oh, hier. Oh, uw tante Maria. Die heeft ons ook schoon in de steek gelaten. Goh. Ze ging u al haar centen nalaten. Ik heb nog niet veel gezien. Ze zal zich op plaats nog bedacht hebben, zeker. Spijtig. Hoe bedacht? Allee, wat wilde u zeggen? Wel ja, mijn tante Maria was een grote fan van Pater Damiaan. Ja. En ze zal alles nagelaten hebben aan de Damiaan-actie. Oh, nee, hè. Oh. Waar gaat je naartoe? Naar Tremelo. Mijn erfen is op huis. Allee. Mijn bolletje speelde niet meer. Hij at niet meer. Hij lag daar maar in zijn mandje te janken. Oeh. Oeh. Allee, dat beestje zat helemaal onder de stress. Was die moeilijk me zo maar zien. Gelukkig heeft dokter Petermans een Prozac voorgeschreven. Dokter Petermans, dat is toch een huisdokter? Ja, natuurlijk. Ik laat mijn bolletje niet mismeesteren door een beestendokter, hè? En die schrijft Prozac voor een hond. Ja. Maar waarom in godsnaam? Ja, omdat hem moest van mij. Onze Nero is depressief. Maar ik bedoel, hoe heb jij die zo zot gekregen dat hij pillen voorschrijft voor een hond? Ik heb gezegd, luister. Als jij mijn bolletje geen Prozac voorschrijft, dan zeg ik op tv dat je te doen hebt met die kuisvrouw. Nou. Prozac, wat is dat eigenlijk? En, hoe zit het hier voor de rest? He, zo, zonder kuisvrouw. He? Rustig. Ja, vuil precies. He. Oh. En, met goedelen. Ah, la grande amour, hè? Ik ga haar morgen ten huwelijk vragen in het Venetië van het Noorden. Ah ja. Ja, en Paul en ik, wij gaan een spandoek omhoog houden en dan kunnen zij daaronder varen. Belachelijk! Weet je wat je moet doen om indruk te maken? Een BV inhuren. Ah, een belspelpresentatrice zeker. Bijvoorbeeld, voor €800 hè, zorg ik voor een onvergetelijk huwelijksaanzoek. Ja, het is wel de bedoeling dat Goedele ja zegt bij gedacht. Bieke, ik zou uw ma willen verrassen. Ah, dan heb je geluk, Maurice. Bij onze pa staan juist de urnen in afslag. Bieke, nu moet je toch goed naar mij luisteren. Oh, laat je die bandieten zomaar binnen? Ik laat u toch ook zomaar binnen? Allee, bon. Kom een schatje. Het gaat maar naar de papa. Voilà. Vernaal voor wat is het? Wel, dat Paulientje van u die heeft bij mij een rek omvergelopen met kostbare antiek. Ik heb voor duizenden euro schade en die gaat jij betalen. Ja. Geen probleem, vernaal. Ah, merci maar. Laat, niks van. Paulientje heeft dat niet gedaan. Nee, want die komt niet in de buurt van visauventjes gelijk jij. Maar verder aan buiten, we zijn hier wel iets aan bespreken. Ja, de Maurice die wil ons ma verassen. Ja, bon, kom aan, Fernand. Ja. Ja. Luister, ik heb geërfd van mijn tante Maria. Mm-hmm. En met dat geld ga ik mijn kasteel renoveren. Echt? Dat gaat ons ma geweldig vinden. En dat is nog niet alles. Ik ga Pascal naar het kasteel rijden in een prachtig oldtimer en haar daar ten huwelijk vragen. Oh, Maurice. Ons ma die gaat echt niet weten wat daarover komt. Maar uw ma mag daar niks van weten. En daarom vertrek ik nu naar Kokzijde om alles met de notaris te regelen. Ik blijf daar slapen. En morgen haal ik uw ma op aan het café met mijn huurwagen. En ons ma, waar denkt die dat jij dan naartoe bent? Ze denkt dat ik voor de gemeente naar Kokzijde ben. Mark, jij moet me indekken als ze iets vraagt, hè? Oké. En als ze niks vraagt? Ik zeg altijd, hoe minder gezegd, hoe minder kans dat je iets miszegt. Alles duidelijk? Nee. Moet ik nu zo'n urne laten opzij zetten bij onze pa, of niet? Madame.
Maar dan, Pascal, nu heb ik toch echt compassie met u. Wat die Maurice u allemaal wijs maakt. Mijn Maurice maakt mij niks wijs, Fernand. Geloof me niet. En dat fabeltje dan, dat hij zo gezegd voor het werk naar Koksheide moet? Dat is geen fabeltje. En wilde jij van achter mijn toog gaan, ja? Je gelooft me niet. Ja, maar vraag het zelf. Vraag het hier zelf aan de burgemeester, Stefana. Maar dan, Pascal, ik kan niet langer leidzaam blijven toezien hoe dat mijn beste buurvrouw door haar vriend zo belogen wordt. Hè. Hallo, meneer de burgemeester. Ja, ja, het is Pascal de Bakker, ja. Nu, met Maurice is alles in orde. Ik wou u alleen maar vragen waar hij naartoe is. Hij is zijn pyjama vergeten. Ah, u weet het ook niet. Ja, maar... Wat blief? Die heeft 2 dagen verlof gevraagd omdat hij van alles privé moest regelen. Voilà. Het is dus duidelijk dat hij iets achterhoudt, hè. De vraag is, wat moet hij nu in godsnaam in dat West-Vlaanderen gaan zoeken? Hij heeft daar een tante Maria, maar die is ondertussen overleden. Voilà, ja, dat is het. No. Die is naar kinder voor die erfenis. Goedendag. Eerst, misschien weet Mark neer, een uur geleden was Maurice nog bij hem. Ja. Ah ja? Mark, mo. Mark, heeft Maurice gezegd wat hij ging doen in Koksheide? Die moest daar naartoe, voor de gemeente. Voor de gemeente? Jij liegt, dat is niet waar. Hoe weet jij dat? Van de burgemeester zelf. Die is naar daar voor die erfenis, hè. Is het niet? Sorry, maar de Maurice zegt altijd, hoe minder ik zeg, hoe minder de kans dat ik iets verkeerd zeg. Mark! Pipi. Ah, madame Pascal, toch. Hela, pik een dief. Het is er wel een dessert voor twee, hè, voor mij en de boeba. Voilà. Je hebt iets goed te maken, hè? Belangen niet. Copain, vandaag is voor Baltazar Boba B-Day. Binnenkort gaat jij de echte poepa hebben, jongen. Nee. Ga er met ons maat trouwen? Hoppa! Hela, la soleil de ma vie. Ah, zonneschijn, jij bent mijn zonneschijn. Mijn geluk, mijn zon, mijn zomerwijn. Doe niet belachelijk. Belachelijk? Zie ik wat dat Balthazar gedaan heeft? Een dessert voor twee. Met een champagne, een 5 kliekootje. En een zachte kokteitje, en een pistoletje. Wat heb je liever? Een croissantje? Ik heb geen honger. Ah, ik wel. Ja, maar wat is er nu? Van de nacht was toch alles koek en bil? Ja, maar toen had ik nog geen telefoon van Dunif gehad. Mijn artikel is afgekeurd. Ik kan helemaal herbeginnen. Hoezo? Nou, kom, trek het u niet aan. Vandaag gaan wij een keer van het leven profiteren in Brugge. Brugge? Ik heb geen tijd voor die zever. Ik moet heel het weekend doorwerken. Professor Van Hemerijk komt straks naar hier om mij te helpen. Ja, het is een afstand, blijft, hè. Brugge, die schone. Sorry, Balthazar. Het zal voor een andere keer zijn. Maar fijn, zeg. Zeg je, haar professeur heeft voorrang op de man van haar leven. En 5 kliekootje? Nee, gedacht. Ik moet mee. Zo. En Atos. Vooral mijn fans. Was potteke. Van mijn boeleke niet vergeten. Wat is het? Gaat je terug bij je moeder wonen? Nee, Xavier. Wij gaan op dag uitstap met ons drietjes. Naar Brugge. Oeh, jongen, Sjoeke. Niks te zoeken. De buitenlucht zal ons neerroken goed doen. Ja, en als ik daar dan toch ben, hè, dan kan ik evengoed huwelijksaanzoek van Boma regelen. Huh? Ja, wat als Paul en Doortje dat moeten doen? Oh. Gaat Boma goedelen ten huwelijk vragen? Ja. Die weet niet waaraan hij begint, hè? Heeft meneer soms te klagen?
Soms niet, nee. De boos heb je niet vergeten. Zo. Ja, ik zal het vanuit die invalshoek herbekijken. Oké, ja, tot later. Eindelijk, zeg. Er is nu al vanaf thuis dat je aan uw gsm hangt, weet je dat? Ik ben meegekomen op voorwaarde dat ik met de professor kan overleggen als dat nodig is. Ja, maar Patricia, allez, zie een keer. Er zijn toch nog andere dingen in het leven, hè? Ja, sorry. De professor. Ja, professor? Ja, professor? Nee, Balthazar vindt dat niet erg. Balthazar vindt dat niet erg. Nu rondrijden voor een parkeerplaats. Ja. Hè? Ja, en dan nog betalend. En dat gaat het allemaal niet kosten. Ja. Maar pas op, Boma kan zien dat hij ons dat terugbetaalt. Zeg, Paul, zaag nu eens niet. Hier eindelijk een toilet. Goh, dat kost ook geld. Ja, laat ons dat zo dan maar doen. Hè. Ja, goed. Dag. Voilà, klaar. Zeg, waarom moesten wij per se vandaag naar Brugge komen? Een keer naar de bloedprocessie komen kijken, hè? Vandaag? Ah, ja. Is dat niet alle dagen? C'est pas vrai, hè? Wat is het? Met een ring. Met een ring. Ring, ring, ring. Met de gsm. Ja, want ik denk eraan. Ik moet nog naar iemand bellen. Vertongen, kunt jij onmiddellijk naar Brugge komen? Ja, met een ring, ik heb hem laten liggen. Ja, je zult hem daar wel vinden. Ja, mijn excuses, maar... Dat is niks gegeven op hem. We doen allemaal al eens keren op thee. Voilà. Het is al in de zakkoos. Nu kunnen we eindelijk beginnen aan onze executie. Ik hou het kort. Ja, professor. Sorry, maar... Dank je dat je me de naam een dag toch mag meemaken. Zeg, kunt jij mijn vent wel eens gerust laten? En jij laat dat zomaar gebeuren. Meneer Boma is zijn verlovingsring vergeten en ik moet die naar Brugge brengen. Hij zou in die jas moeten zitten. Jij naar Brugge, alleen? Ja. Mark Brugge, dat is één groot doolhof. Je gaat daar verloren rijden. Ja, dan vraag ik toch gewoon de weg. Veel succes. Hoe? Je verstaat nog beter in Chinees dan een van Brugge. Oh? Ik zal met u meegaan. En jij verstaat wel Brugge zeker? Momento. Ik heb er nog een liefde gehad. Hier, ga maar een jas halen. Oké. Okay. Wauw. Woepie! 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 Ja! Joepie! Klaar? Ja. Heb je die ring mee? Hoi! Vergeet het. Waarom is iedereen nu zo verlegen? Mevrouw, een fotoke. Oh. Meneer, jij wilt een foto met mij. Ik zie het. Maar je durft het niet vragen, hè? Jij
plezier. Allee, Sjoeke, trek de koffie. Allee, zonne. Kom, en schoon lachen, hè. Ja, en nog één, ik zag hier de reserve, hè. Ja, ik heb ook die ook wel eens gegeven. Ah. Nog één, Sjoeke, nog één. Dit is voor uw buurman, hè. Ja, goed. Ah, alsjeblieft, meneer. En hang die maar boven uw bed, hè. Hela, en blijven kijken, hè. Oh. Carmen, Xavier, wat doet jij hier? Toeristen aanbeteren. Och, zeg een ozelaar. Nee, ik kom Boma zijn huwelijksaanzoek in goede banen leiden. Wie had dat wel aan ons gevraagd? Oh, alsof dat indruk gaat maken op goedelen, zeg, zo'n onnozele spandoek. Oh, trouwens, waar is hem eigenlijk? Je bent hem toch nog niet kwijtgespeeld, hè? Nee, die ligt daar op die koets. Die koets! Oh. Zet u van Brugge, zet u van achter. Je moet van voren in de regen in gaan staan. Of zit een keer die witte zwaan, hoe romantiek. Zijn dan ook Pol en Doortje achter die koets? Mijn gedacht, wat zou de Pol en Doortje hier nu vandaag in Brugge als zotten achter een koets komen lopen? Die weet ook niet van ophouden, hè. Kom een keer hier. Balthazar. Hallo, professeur. Je bent een saboteur, hè. Ja, maar ik ben hier vandaag in Brugge met mijn madame voor een tête-à-tête. En morgen komt ze werken. Wat denkt jij wel? Ja. Kom hier, dat ik hem terugbellen met excuseer. Wat denkt jij wel? Balthazar! Het was toch geen schone? Jij bent de schone. Merci. Cola voor Lucia, voor u naam een fruitsapje. Ik schrijf het op, hè. Ja, madame Pascal. Madame Pascal, ik weet wat Maurice met die erfenis van plan is. Fernand, laat mij gerust. Madame Pascal, vorige week vroeg hem aan mij of ik een garage wist voor oldtimers. Niet vergeten dat hij straks staat in een oldtimer. Jammer. En dan kunt jij uw kasteel, je weet wel waar, steken, hè. Lap, als je van een duivel spreekt. Komt er al aan, is er een Estorbarta. Maar dat is dan nog waar ook? Ho, maar die gaat het zien beklagen. Pascalke. Pascalke. Uw snoezeke is terug. Snoezeke is terug. Dat snoezeke, hè, dat kan direct terug vertrekken. Uw erfenis gaan regelen achter mijn rug. Oh, jij weet dat? Ja. En dat van die rammelkar uit de jaren stilletjes, hè, dat weet ik ook. Rammelkar? Maar er is een Aston Martin van 1954. Maurice, ik wil het niet weten. Weet jij wat dat jij zijt? Een dikke egoïst. Ho, ho, ho. En een grote leugenaar. Oh, Maurice. Pascal! Je hebt me duizendmaal bedrogen. Pascal! Pol het maar af in uw oldtimer. En neem ineens uw vislijn, uw boormachine en uw moeder ook maar mee. Maar Pascal, ik zie u graag. En wel, dat is dan heel spijtig, want het is uit tussen ons. Ik zeg altijd, als het uit is, dan is het gedaan. Ja, Boris, vrouwen, hè. Man. Zeg, dat Gruithuizenmuseum, waar is dat ergens? Ja, hier zeker niet. Maar jij bent toch wel eens in Brugge geweest? Ja, op de kamer van mijn lief. Oh, maar ik geef de kaartjes. Gruithuizen. Oh, hier, Belpot. Hart, pas op! Ah. Thank you.
Paul. We hebben al gans bruggen doorkruist achter die koets. Ja, het voornaamste is dat we dat spandoek hier terug hebben. Ach, allee, kom. Hoe lang gaan we hier nog rondlopen? Nog 5 minuten, gezellig. Dat hoor ik al een uur. Balthazar! Daar! Dat waren Paul en Doortje. Maar nee, wat zouden die hier in Brugge vandaag komen doen, zeg ik u? Ze spreken niet eens de taal. Dank u. Allee, Sjoekje, zwaaien. Dank u. Ja, dank u wel. Dank u. En daar? Op die koets. Carmen en Xavier? Wat is dat? Vandaag is er hier in Brugge niemand van de kampioenen. Alleen wij. Die cirk heeft hier lang genoeg geduurd. Ik ga naar huis. Patricia. Meneer Boma. Eindelijk. Eindelijk, zeg. Uw mama is al terug naar de auto. Ja. Ik moet zien dat ik haar kan tegenhouden. Kom, die ring. Die ring. Jij hebt die toch, Mark? Ah, ja. Ah. Ja. Hey. Hey. Wacht. Eerst eens kijken of hij er nog wel in zit. Huh? Oh. Ga kijken. Je kunt zien dat je hem eruit haalt. En eerst weg die slechte herinneringen. Lap, korte pijn. Oh, ik zal nooit een kasteelvrouw worden. Hoe kan hij mij dat aandoen? Maar dat, Pascal, weet je wat jij nodig hebt? Ja, een koord om mij op te hangen. Nee. Een goede borrel. Oh. Zo, zeg. En waar is de mami? Paulientje, kom. Ga jij maar eventjes in de zetel zitten, ja? Hier. Even mama. Ja. Zo, zeg. Wel, ma, wat is het? Oh, Bieke, misère. Ja, Bob, Fernand, moeit u niet en laat ons alleen. Allee, madame Pascal, sterkte, laat er niet om praten, want je zaagt gelukkig nu, hè. Ah ja, de rekening van de morele bijstand, die stuur ik later wel. Ah, wel? Ik heb het uitgemaakt met Maurice. Wat blief? Ja. En waarom? Omdat het een dikke egoïst is. Hij heeft met zijn erfenis de nieuwe auto gekocht. In plaats van mijn kasteel er mee te renoveren. Maak het toch. Hij heeft die een auto gehuurd. Ja. Om u naar het kasteel te brengen. Ja, om mij naar het kasteel. En waarom? Omdat hem u daar ging vertellen dat hem het kasteel gaat renoveren. Oh. En omdat hem u daar ten huwelijk wou vragen. Mij ten huwelijk vragen? Oh. Oh. Dag. Hallo. Kom aan, Mark. Patricia, wacht. Zeg, Patricia, als dat bleef, dan zeg, moet ik op mijn blote knieën gaan smeken, ja? Nee, Balthazar, ik wil naar huis. Onze auto? Ze zijn weg met onze auto? Zelfs. Nu moeten we nog blijven, hè. Oh. Waar blijft hij nu? Maak alsjeblieft en zeg een klein beetje geduld. Ja, ik heb hem nog maar 5 minuten geleden gebeld. Hij zal niet komen. En ik kan hem geen ongelijk geven ook. Maurice, je bent er. Pascal. Ik ben zo fout geweest, Maurice. Ja? Ik had nooit aan u mogen twijfelen. Ja?
Ja, maar jij had wel tegen mij gelogen, wat ook niet schoon was. En Fernand die begon dan te stoken en... Ik heb er zo spijt van. Je mag die erfenis houden. En van mijn part koopt je er een heel autokerkhof mee op, maar... Ik wil u niet kwijt. Pascal. Albertina. Josephine Charlotte de Bakker. Wilt jij mijn jonkvrouw worden? Ja. Ja. Ja, 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 natuurlijk, Maurice. Oh, het is de schoonste dag van mijn leven. Oh, oh, bravo. Wat op, Pascal. Stop. Je gaat die toch niet opnieuw in de armen van dat onbetrouwbare sujet gooien? Het was nu toch definitief gedaan? Nee, nee, Fernand. Het gaat nu definitief beginnen. Ja. Oh, ons ma en Maurice gaan trouwen. Ja. Oh, nee. Dan gaat hij me blijven koeieneren. Apropos Fernand. Ik moet morgen toevallig bij u de brandveiligheid komen controleren. Maar wees gerust. Ik zal heel streng zijn. Man, man, man. Miserie, miserie, miserie. Oh. En je bent zoveel schouder als gelegd. Probeer toch een keer te genieten van het leven. Genieten? Wat een rotdag. Het is geen rotdag. Kom maar Poma, ze zijn in aantocht. Ja. Zie toch een keer hoe schoon, hè? Heb je die brug al een keer goed bekeken, Petitza? Zeg, geef dat spandoek hier. Wat is hier, zeg? Ja, maar, nee, maar... Allee, kom. Laat dat gerust. Laat dan! Zie nu toch een keer hoe schoon. Ik zie niks. Ah, ik zie niks. Maar dat is Doortje. En Paul, zie je het wel? Carmen! Laat me toch eens zien. Xavier, zegt jij nu toch ook eens iets tegen uw vrouw? Hè? Dan luistert ze misschien. Ja, dat zou de eerste keer in 30 jaar zijn. Nee, ja. En dat is Carmen. Zie je het wel? Hé, zeg! Zie je heel de hele lote cultuur? Ja. Kom, Sjoeke. Je bent kletsnat. Kom. Ja, ik trek. Kom. Kom. Wat is hier in godsnaam aan de hand? Ja, daar zie je, kophuis. Heel bij de stut dan vuiltjes, hè. Dat is wel Carmen haar schuld. Oh, wel, merci, hè. Heb je ons pakketje opgevangen, ook een bal? Iets vertellen over die ring, hè. Ring? Oei. Het is toch niet wat ik denk dat het is? Hier waarde aanwezigen. Het is een grote eer voor meneer Boma en goederen om door mij de beste BV van België gelukkig gemaakt te worden. Carmen, als dat bleef, je moet het niet nog meer om zeep helpen, hè, zeg. Zwijg, ik weet wat ik doe, hè. Oh, meneer, geef die micro eens. Geef dat hier, zeg ik. Beste mensen, kom allemaal wat dichterbij. Dichterbij, ja, ja. En wees getuige van de meest romantische liefdesverklaring ooit.
met in de hoofdrol Balthazar Boma, de worst van België. En de iets minder knappe dan mezelf, Goedele de Kok, met CQ van achter. Stilte. Sst. En actie. Allee, het is aan u. Petitia, wilt je met mij trouwen? Ik denk dat ze de vraag niet goed begrepen heeft, meneer Boma. Stelt ze nog eens. Ik denk dat ze wat aanmoediging nodig heeft, beste mensen allemaal. Trouwen, 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 trouwen. Ik kan eigenlijk niet goed volgen. Was dat nu ja, meneer Boma? Kieken! Ja.